Ik had echt heel erg last van angststoornissen. En heb ik toen, nou ja, God, hier hebt u mijn leven. Ik weet het gewoon niet meer. Dan hebben ze mij voor mij gebeden. En op dat moment werd ik wakker. Met al heel uw leven bent u trouw hier in mijn hoofd. En zonder hartklopping, waar ik al 1,5 jaar lang last van had, elke dag. We zijn vandaag op de Life School in Nunspeet, waar we Herman en Margriet Dijkhuizen spreken. Het echtpaar heeft een reformatorische achtergrond, maar een aanraking met de Heilige Geest veranderde hun leven. En dat terwijl Herman het geloof al op een laag pitje had gezet. Ik ben een hele periode, vanaf 2012 tot 2016, helemaal niet in de kerk geweest. Omdat het mij in ieder geval tegenstond. Hoe als mensen met elkaar omgingen, hoe als ik dat zag en dat er helemaal geen liefde naar elkaar was, zeg maar. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, als dat dan God is, als God dan op die manier met ons als mensen omgaat, ja, dat vond ik wel heel lastig. Ik denk van, ja, moet ik daar dan wel bij willen horen? En dat gevoel had ik toen. Dus toen heb ik gezegd van, nou, dan ga ik wel niet. En dat is een hele periode geweest, een aantal jaren. Bij het opgroeien van de kinderen begon het toch aan Herman te knagen dat hij niet naar de kerk ging. Ik moet dan niet de vader zijn die zondags de kinderen met mevrouw meestuurt. En zegt van, hey, jullie gaan met mama mee naar de kerk. Ik blijf thuis, want ik hoef daar niet heen. Ik ben vorig jaar 16 tot 18 maart ben ik naar een vrouwenweekend geweest, interkerkelijk. Daarvoor heb ik 25 jaar lang last gehad van angststoornis. Ook het religieus trauma, daar komt ook in voor. Vanwege het godsbeeld wat ik niet goed had, zeg maar. En toen is er op een avond is er voor mij gebeden. En daar heeft God mij vanaf de een op de andere dag heeft hij me bevrijd. Het is echt heel bijzonder geweest. Ik had echt heel erg last van angststoornissen. En heb ik toen, God, hier hebt u mijn leven. Ik weet het gewoon niet meer. Dat hebben ze mij voor mij gebeden. En op dat moment kwam echt achteraf, dat ze me vertelde, kwam de Heilige Geest in mij. En de volgende morgen werd ik wakker met al heel uw leven bent u trouw hier in mijn hoofd. En zonder hartklopping, waar ik al 1,5 jaar lang last van had, elke dag. En dat is sindsdien, is dat nog steeds weg. En mijn angst is echt verdwenen. En toen zijn we, denk ik, vanaf april hier in deze gemeente gekomen, hier in Nunspeet. En daar zijn wel heel veel wonderlijke dingen gebeurd. In oktober, 29 oktober, was precies de sterfdag van mijn vader. Precies 25 jaar geleden is hij overleden aan een hartstilstand. En toen zat ik hier in de dienst en ze gingen van tevoren al een stil gebed. En God gaf me in dat ik mijn rouw moest inruilen voor een lofgewaad. En toen dacht ik, toen dacht ik van, God, wat bedoelt u hier nou mee? En toen zei hij echt tegen mij van, je moet je laten dopen, zodat deze dag niet meer jouw rouwdag is, maar dat je die volgend jaar mag herdenken als jouw doopdag. Dus toen ben ik naar voren, de dienst was afgelopen, was heel erg zenuwachtig. En toen heb ik gedeeld van dat God dat tegen mij zei, dat ik moest gehoorzamen en dat ik moest laten dopen. En 1,5 uur later ben ik gedoopt, zeg maar. Dus nog eerder als onze zoon. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Nou, weet je, ze zeiden al van, ja, Herman, jij gaat er ook wel achteraan een keer. En ik dacht van, nou, dan wachten we wel tot de zomer, want dan is het wat warmer. Maar goed, God die bepaalt zelf de weg en die zegt dat anders. Het was berenkoud. Yeah. En het begon bij mij eigenlijk. Toen hadden we het gebed en iedereen de ogen dicht vanzelf. En iedereen, toen vroeg diegene die bad, die zei ook van, nou, als hier mensen zijn, de mannen zijn die hun hart willen openstellen voor God, steek dan je hand op en dan vragen wij of de Heilige Geest aanwezig mag zijn. En nou ja, ik denk van, ja, iedereen heeft de ogen toch dicht, dus ik kan rustig mijn hand opsteken, dat ziet toch niemand. En gedaan. En het gebed was afgelopen en toen zei hij van, degene die de handen omhoog had gestoken, die mogen naar voren komen. En dat was best wel, dus ik keek een beetje om me heen van, nou ja, wie zou er naar voren komen? Dus ik bleef zelf staan.
En ik kreeg het duwtje eigenlijk een beetje in mijn rug, zo van, ja, je moet toch wel lopen. Want ja, stel dat iemand het wel gezien had. Maar naar voren gelopen, kwam er nog iemand aan. Toen hebben ze voor mij gebeden, apart. Tijdens het gebed had ik ook echt een beeld van een engel in de lucht. Dat was wel heel mooi. Die stond echt met zijn armen wijd gespreid. Zo van, ja, je geef je maar helemaal over en leg alles maar in mijn handen neer, zeg maar. Toen heb ik dat zondags, hadden we een dienst, een doopdienst in, bij Luktor. Ja. Daar is onze zoon ook gedoopt. Ja, we gingen eigenlijk voor iemand anders, maar hij werd geroepen om te dopen samen met zijn vriendin. Ja, ja. En toen, ik had ook elke keer van, ik moet nu ook. En God heeft duidelijk tegen mij gezegd van, nee, je gaat binnen je eigen gemeente, ga je je laten dopen. En dat heb ik 's middags gedeeld met Teun. En in de aanloop kwamen er nog 7 of 8 achteraan. Dus ja, dat is wel heel mooi. Dan hadden we echt een hele groep die hier gedoopt is. Nou ja, je ziet gewoon in elke kerk die hier wel op de Veluwe is, zie je wel mensen eruit geplukt worden. Die echt de keus maken ook voor God. En dat wil niet zeggen dat mensen die naar de kerk toe gaan geen keus maken voor God. Maar de mensen die nu uitgeplukt worden, die zetten toch echt de stap om met hem te gaan wandelen. En, dat... ja, en ook volledig afhankelijk zijn van God. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Alles in zijn handen leggen en dan God voorziet. Ik denk dat er een hele opwekking gaande is. Ook in de Bijbelbelt. Ik sprak afgelopen week nog een ondernemer uit Barneveld. En daar is dat ook aan het gebeuren. Kortrijkenbroek, Barneveld, omstreken. Ja, daar is daar ook aan gebeuren. Mensen uit de strenge gereformeerde gemeentekerken, zeg maar, die gedoopt gaan worden. Dus die stappen ook uit. Die gewoon zo aangeraakt worden door God en door de Heilige Geest, dat ze niets anders willen dan Jezus volgen. Ja. Dat is zoiets bijzonders. Ja, God die verdient zoveel goedheid, zoveel eer. En dat is wel iets waar we heel dankbaar voor zijn.